Hallo dames en heren van FIFA Nederland, mijn naam is Marco de Jonge. Welkom bij deze zevende aflevering van het eerste seizoen met Fiorentina Career Mode. Het is alweer 2 weekjes geleden ons en dat ik mijn laatste video heb geüpload. Dat komt omdat ik zo'n beetje tegen het einde van het kwartaal zat met mijn opleiding. Of het derde kwartaal. Ik zit niet met het einde van het kwartaal, want dan zou ik nu al klaar zijn met school voor dit jaar. Maar dat is niet zo. Ik moet nog een kwartaaltje te gaan. Maar ja, daar had eventjes mijn tijd nodig. Vandaar dat er even geen aflevering was. Maar daar zijn we weer. We gaan weer onderweg. We gaan weer beginnen. Weet ik veel hoe je het noemt. En we beginnen met de wedstrijd tegen een team uit de... uit de onderste regio, de Pescara volgens mij. We hebben 2 spelers vandaag gehaald. Onder andere Caprari en Capuano, de linksback en de reservespits. Maar in deze wedstrijd beginnen we goed. Na een klein half uur spelen opent Rossi de score. Ik heb een andere opstelling op dit moment, omdat IE wederom een opstelling had verwijderd. Dus ik moest weer iets nieuws uitproberen. Maar in deze formatie... Zo, goeiedag zeg. Mijn stem die valt weer eventjes weg. Ik begin weer een beetje verkoud te raken. Nu net dat het weer beter begint te worden. Maar ja, in deze opstelling komen we wel weer tot wat meer kansen, wat meer doelpunten. We spelen er goed onder. Insigne en Rossi komen heel vaak naar binnen toe en die wisselen van posities. Wat natuurlijk mooi is om te zien. En ook dit komt allemaal goed uiteindelijk in de eerste helft. Want de 3-0 volgt ook nog in de eerste helft, 38e minuut weer. Rossi die zijn tweede scoort. En zo lijkt het alsnog een monsterscore te gaan worden. Want vlak voor rust komt hier ook weer een grote kans voor Rodrigo, die hier aardig zijn tegenstander te kijken zet. Uiteindelijk 1-op-1 met de keeper komt, maar die schiet hem eigenlijk recht op de keeper af. Nog niet eens tussen de benen door. Dus het staat daar nog steeds 3-0. Er komt nog wel een vierde aan. Wederom Rossi, die eigenlijk niet eens zo groot is, maar toch boven zijn man uitkomt. Kopt zijn derde erin. En dus de 4-0 ruststand maakt hij daar al vrij vroeg. Hier zo in de tweede helft creëren we nog wel een aantal kansen. Hier wederom Rossi die een goede wedstrijd speelde. Wederom weer de keeper die een behoede voor nog een tegendoelpunt. Het bleef uiteindelijk bij 4-0. Dus 3 doelpunten van Rossi en eentje van Rodrigo als ik het goed zeg. En daar pakken we dus de 3 punten. Wat nog eigenlijk niet eens een lastige wedstrijd was. Hierna volgt de wedstrijd voor de Coppa Nazionale. De beker voor degenen die niet Italiaans of die de Italiaanse competitie niet volgen. Hier wederom de opstelling. Eigenlijk spelen we met het tweede team. Caprari, Laich en Fred staan in de aanval. Fred is eigenlijk een aanvallende middenvelder. Maar ik heb hem nu in de spits neergezet. Omdat ik geen vertrouwen heb in El Amdoui. En La Rondo, als ik het goed heb. La Rondo is verhuurd. En El Amdoui is een wat oudere spits. Die niet echt zo lekker speelt in FIFA. Maar in deze wedstrijd beginnen we verder goed. We hebben geen echte moeite met de tegenstander. Caprari scoort al de 1-0 in de 12e minuut. De reservespits maakt dus ook uiteindelijk vrij vroeg zijn doelpuntje. Dat dus betekent dat hij een beetje de concurrentie kan aangaan mocht er zometeen weer een wedstrijd aankomen. Fred die maakt dan nog niet eens zoveel later alweer de 2-0 via een kopgoal die niet eens zo lastig was. Mooie voorzet en uiteindelijk hoeft hij alleen nog zijn hoofd tegenaan te zetten. Hier zo nog Laich met een grote kans die hem eigenlijk net over de kruising heen schiet. Staat nog steeds 2-0 dus. Terwijl het al misschien wel wat meer had kunnen zijn. Hier met een mooi afstandsschot van Matthias Fernandes. Die gaat ook net naast keeper. Zat er anders nog wel bij. Maar uiteindelijk komt toch wel hier nog een mooi doelpunt aan. David Pizarro in de 55e minuut. Ziet uiteindelijk de bal nog in de kruising. Wat dus betekent dat het 3-0 staat. Hierna volgen nog wel een aantal foutjes van de verdediging van Parma. Maar die worden helaas voor ons niet meer afgestraft. Hier Fred die heel makkelijk door kan lopen. Heeft natuurlijk zijn snelheid mee. Maar uiteindelijk blijft het dus daar nog steeds 3-0 en geen 4-0. Parma komt er nog een keertje uit met hier zo een doelpunt van Valdes. Die makkelijk de bal opzij krijgt gelegd. Of de bal wordt makkelijk opzij gelegd en uiteindelijk wordt daar dus gescoord. 3-1, nog wel een aantal kansen hier voor... volgens mij was het weer Pizarro die recht op de keeper afschiet en nog steeds 4-1 dus. Nog wel 1 kans hier zo voor Laich, die de bal een beetje gelukkig meekrijgt. Ik weet niet wat precies hier gebeurde. Maar uiteindelijk met zijn verkeerde, met zijn chocoladebeen, maakt hij daar dus in de 90e minuut nog een 4-1. En zijn doelpuntje, wat dus ook uiteindelijk de eindstand betekent, zorgt ervoor dat we doorgaan naar de volgende ronde in de beker. Uiteindelijk, ik moet stoppen met dat uiteindelijk zeg. Maar hier zie je dus de momentele stand. Wij komen in de volgende ronde uit tegen AC Milan, als ik het goed zie. En de wedstrijd hierna is tegen Udinese. Udinese is natuurlijk ook een team wat altijd goed meedoet bovenin. En ook voor Europees voetbal speelt. Hier volgt de opstelling. Eigenlijk weer geen vreemde naam. Het eerste team zoals het altijd er al staat. Rodrigo in de spits die echt uitmuntend speelt. Rossi die natuurlijk de vorige wedstrijd erg op dreef was. En Insigne die over het algemeen ook altijd natuurlijk goed speelt voorin. En de eerste kans is ook daadwerkelijk voor ons. Rodrigo krijgt de bal in de diepte aangespeeld. En hoeft niet echt veel kansen te hebben om uiteindelijk dus een doelpunt te scoren. In de 19 minuten maakt hij al zijn eerste. Een knap doelpunt, kapt makkelijk naar binnen en schiet hem daarna erin. Hierna volgt nog een doelpunt van Adrian in de 22e minuut. Makkelijk voorbij zijn tegenstander. Nadat hij een 1-2 heeft opgezet en schiet hem daarna verwoestend hard in de korte hoek. Wat dus meteen ook de 2-1 betekent. De 2-0 betekent. Sorry, er is nog geen doelpunt van de tegenstander gevallen. Maar ja, uiteindelijk gaan we dus nog wel een goed aantal kansen creëren. Wat uiteindelijk dus nog de 3-0 betekent in de 83e minuut van Insigne. Makkelijk voorbij de keeper en daarna nog lager inschuiven. Mooi doelpunt van hem. En ja, ze komen nog wel tot een 3-1. Louis Muriel die er dus in komt voor, volgens mij was het, nou weet ik de naam niet meer, Dinataal als het goed is. Scoort daar de 3-1. Er komt ook nog een 3-2. Alexander Merkel ook een invaller die dus vrij mooi nog de bal erin kopt. Maar verder komt het niet. Beide doelpunten waren in de 90 minuten. Dus zoveel tijd hadden ze niet meer om nog een gelijkmaker te scoren. Het blijft dus bij 3-2 en zo pakken we dus 3 punten van Udinese. En zo eindigt ook deze aflevering. Hopelijk was het een leuke aflevering. Mocht dat zo zijn, laat een like achter. En abonneer natuurlijk op FIFANLD. Dan check ik jullie weer de volgende keer. Later mensen.